Het is vandaag de dag van de arbeid. Van vroeger uit is het een socialistisch feest. Het stamt af uit de tijd dat er gestreden werd voor de 8-uurige werkdag en betere arbeidsomstandigheden. In sommige landen is het zelfs een officiële vrije dag. Maar kent de Tilburger de oorsprong van de feestdag eigenlijk wel? Oh, niet meer werken. Dat betekent dat. Nee, dat is een feestdag. Dit is ontstaan, ik geloof in 1937. Ja, is dat ontstaan, hè? Dan, dat is een dag dat de arbeider moet rusten. Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo bezig met dat soort feestdagen. Dus ik heb er zelf niet heel veel kennis van. Ik voel me gelijk echt heel dom dat ik dat allemaal niet weet. Maar dag van de arbeid, ja, ik weet niet. Ik zou het echt niet weten, sorry. Ja, dat is eigenlijk, dat je daar eigenlijk niet mee moet werken, hè? Maar ja, je ziet het, ze moeten allemaal werken. En vindt u het nodig? Ja, zeker. Zeker. Een echte arbeider. Hè? In principe is dat elke dag toch? Want iedereen, de meeste mensen werken elke dag. Dus een extra dag is goed, maar ik denk ook dat we daar altijd een soort van waardering voor moeten tonen. Ze zoeken overal voor een dag voor, een dag van de secretaresse. Het is voor iedere keer wet. In veel andere landen is het een betaalde vrije dag, maar in Nederland niet. Wat vind je daarvan? Oh ja, natuurlijk in Amerika is het Labor Day, dus dan hebben ze natuurlijk vrij. Ik zeg, maak er dan ook een vrije dag van betaald. Want die arbeiders die werken hard genoeg, die mogen wel een vrije dag. Zou overal moeten zijn, vind ik toch. Dan vind ik het zeker nodig. Ik ben zelf ontzettend links, dus ik vind dat een hele goeie, ja.